Kijk, we hebben natuurlijk een aantal maanden geleden gehoord dat het heel slecht gaat financieel, et cetera. Dat verhaal kennen we. Zo rooskleurig, tenminste zo slecht was het zeg maar niet. Maar als je kijkt naar wat er nu speelt in de samenleving, boodschappen zijn gewoon onbetaalbaar. Brandstof is onbetaalbaar, energielasten zijn onbetaalbaar en dan krijg je dit nog erbij. En ik denk dat heel veel gezinnen dat in Den Haag gewoon niet erbij kunnen hebben. En ik denk dat we een beetje losgeslagen zijn van de realiteit op straat ook, als we kijken hoe we omgaan met de auto. Dat is gewoon echt heel vaak ook een noodzaak en dat moet gefaciliteerd worden. Maar dat wordt heel vaak geblokkeerd. En daaruit is gewoon uit onderzoek ook gebleken dat de problemen alleen maar gegroeid zijn. Dus er wordt gewoon niet gewerkt aan oplossingen. En er worden te weinig keuzes gemaakt, vind ik ook, in de nieuwe begroting. Die ik nog wel uitgebreider moet lezen. Ja, nou, ik denk dat de PVV hier ook wel aan de zijde staat van denk. Ja, nee, absoluut. Daar vinden we elkaar absoluut. Je ziet gewoon dat die lasten voor de mensen die lasten moeten opbrengen weer verder worden verhoogd. En uiteindelijk moet je gewoon, denk ik, als stadsbestuur nu eerst eigenlijk snijden in je eigen linkse taaien vlees. Dus op al die linkse hobby's zoals kunst en cultuur, die duurzaamheidsgekte die we allemaal hebben gehad. En dat is nu in deze moeilijke economische tijden de manier om het voor veel mensen betaalbaar te houden. Maar wat meneer Mamoet zegt, zeker over het criminaliseren van de autobezitter, ja, daarin hebben we ook altijd best wel goed samen opgetrokken. Ook als je ziet dat zo'n links stadsbestuur voor haar eigen wijk erg goed zorgt. Terwijl bijvoorbeeld dan in de Schilderswijk nu al een van de meest vervuilde straten van Den Haag nog verder wordt belast, omdat de Zeehoudenkwartier minder verkeerdruk moet krijgen. Ja, dat is oneerlijk voor een wijk waar de volksgezondheid al meer onder druk staat dan andere wijken. En op die manier moet je, denk ik, toch op een meer eerlijke manier gaan kijken naar hoe is dat over de stad verdeeld. En moeten we niet die autobezitter verder criminaliseren of wat meer ondersteunen? Nou, dat